Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe is het vandaag? Hoe is het vandaag met me? Hoe is het momenteel met me? Ja, nou, het gaat wel iets beter. Maar nog niet echt helemaal. Vooral waar ik momenteel de laatste paar dagen ontzettend last van heb. Dat is al de afgelopen 5 dagen is het zo. Ik kan slecht slapen. Ik slaap bijna niet. Ik slaap pas om 3:30, 4 uur slaap ik pas. Dan val ik pas eindelijk in slaap. Boven is het ook weer een grote teringzooi. Hij maakt weer ontzettend veel herrie. Hij heeft me gewoon, s'avonds heb ik gewoon keihard de televisie hebt die aanstaan. Maar ik slaap ook gewoon heel slecht. En dat komt omdat, ik draai nogal in bed. Ja, en dan ga ik precies op de plek leggen waar ik dus last van heb, mijn zij. En doet het weer ontzettend veel pijn, doet het dan weer. Ik ben inmiddels ook weer de laatste paar dagen ontzettend aan het hoesten weer. Dus ook weer momenteel, vandaag, nu valt het wel mee. Ik heb niet echt pijn. Maar ja, ik had ook buikpijn, had ik ook een beetje. Misschien komt dat ook wel een beetje omdat ik last van mijn rug heb. Ja, dan maak je eigenlijk toch zorgen. En ja, als ik mij altijd zorgen maak, krijg ik altijd buikpijn altijd. Dus dat is eigenlijk een beetje eigenlijk alle dingen wat er momenteel met me los is. Ik wil wel, aanstaande maandag weer gaan beginnen met werken. Want ik mis het werk wel. Ik moet nog even wachten. Vrijdag dan belt de Arbo op. En dan, dan ga ik het wel horen wat die ervan zegt. In ieder geval, als ik wil gaan beginnen, dan wil ik nog niet gelijk hele dagen gaan werken. Ik wil het eigenlijk rustig op gaan bouwen met 2 uurtjes, 4 uurtjes, 6 uurtjes. En dan gewoon weer volledig werken. Ik wil het wel, langzaam opbouwen. Dat ik toch weer een beetje de tijd krijg om weer een beetje weer terug in het arbeidsproces te raken. Want, ik moet eerlijk zeggen, het is leuk vrij zijn, maar ik ben er echt alweer helemaal klaar mee. Ik vind helemaal niks. Ik ben liever gewoon lekker aan het werk, dat ik lekker bezig ben. Dan ben je s'avonds ook voldaan en moe ben je dan. En dan ben je ook een beetje voldaan. En ik vind dat gewoon veel fijner dan thuis zitten. Dus ik kan niet wachten, sta te popelen om weer te gaan werken in ieder geval. Dus dat is momenteel even de update eigenlijk momenteel even van mij. Hoe het momenteel is. Ik ga heel even de donker in. Waar is die ergens? Wat zit die? Als je hem nodig hebt, dan is die er niet. Ik weet niet waar die momenteel ligt. Ik was even wat aan het zoeken. Maar ik kan hem even niet vinden. Ik heb zo'n mappie waar mijn camera altijd in zit. Oh, die hangt daar gewoon. En daar zit dus ook, normaal zit daar mijn camera in, als ik hem niet gebruik. En normaal zit daar ook altijd een dingetje in. Wist je nog, in vlog 2 of zo van mij, moet je maar eens terugkijken, voor mij was het vlog 2 was het. Toen was ik hem kwijt en ik dacht dat het echt een, hoe heet dat? Ik dacht echt dat het een... een soort hansvat was. Nou, uiteindelijk was het geen hansvat. Een camera die ik toen ooit een keer gekocht heb, heb ik dat ding erbij gehad. Het is eigenlijk gewoon, dit is het. Je kan hem gewoon op tafel neerzetten. En dan moet je hem erop schrijven en dan kan je hem zo op tafel zetten. Of zoiets. Nou, op tafel zetten gaat ook niet echt. Want er zit dit onderste ding in de weg. Maar ik gebruik hem altijd als hansvat. Je hebt tegenwoordig ook hele mooie hansvatten. Bij bol.com, die zijn nog iets beter eigenlijk. En deze die schrijf ik er gewoon zo hier onderop. Schrijf ik hem. En dan heb ik een handsvatje. Dat is wel makkelijk. Dus deze camera is... het is een goede camera. Het enige nadeel vind ik... Dat is dat de batterij verschrikkelijk snel opgaat. En als je geen handsvat hebt... Dan kan je moeilijk beet houden. Hij legt niet echt lekker in de hand, ligt hij. Eigenlijk bizar eigenlijk. Ik,
Ik ben ooit begonnen met zo'n camera. Kan je foto's mee maken en filmen. Ja, kan je met een... ja, met een gewone camera ook doen. En toen heb ik er een stuk of 3 of 4 heb ik er gehad van zulke soort camera's. En toen ben ik... ja, de vorige camera die ik had, dat was een Sony Handycam. Volgens mij heb ik hem nog. Ik heb hem bewaard. Ik vond het wel leuk om hem te bewaren. Mijn allereerste cameraatje, of nou ja, filmcamera. Ik heb mijn allereerste camera heb ik en ik heb mijn allereerste filmcamera heb ik. Nou, mijn allereerste camera, nou ja, niet de allereerste, want ik ben er ook toen nog eens een keertje eentje verloren. Moet je maar eens kijken, terugkijken in de vlogs. Daar heb je op een gegeven moment een video en die is opgenomen in Arnhem bij het Openluchtmuseum. Toen, daarna ben ik mijn camera verloren. Daarna ging ik naar Feyenoord en toen was ik een camera verloren. Dit is dus een beetje hetzelfde wat ik nu heb. Ja, dit is natuurlijk wel minder. Het is nog een oud cameraatje. Tegenwoordig zijn die cameraatjes natuurlijk beter. Maar dit is dus mijn cameraatje. Die ik ook gebruikt heb. Volgens mij heb ik hier ook alle 9 pleinenfestijnen mee opgenomen met deze camera. Die heb ik. En dan, toen ben ik daarna ben ik met deze camera begonnen. Die is inmiddels ook stuk. Hij is stuk. Hier heb ik echt heel veel video's mee opgenomen. De allereerste video met deze camera, dat was toen in Bobbialand was dat. Vlog 500 of ik weet het niet precies. Maar dit was in ieder geval, hier heb ik ook heel veel video's mee opgenomen. Tot vorig jaar, wat was het? December of zo was het. Toen was het afgelopen. Toen had hij zoiets van, joh, ik heb er geen zin meer in. Zoek het uit. Zoek maar lekker een ander. Ik stop ermee. En dat was wel jammer. Het was echt wel een fijn cameraatje. Altijd die Handycam vond ik altijd wel heel fijn. Op een gegeven moment, je kunt er ook foto's mee maken. Maar op een gegeven moment deed hij dat ook al niet meer. Dat was eigenlijk de eerste mankement wat er aan ging beginnen. Dat is dat hij het niet meer deed. Dat hij geen foto's meer maakte. Maar ja, ik had hem toch eigenlijk alleen maar voor het filmen. Hier heb ik ook echt heel veel video's mee opgenomen. Hoor. Hey. België, heel veel kermissen heb ik hiermee opgenomen. Hier heb ik echt zoveel lief en leed mee gedeeld eigenlijk. Eigenlijk bizar eigenlijk. Maar goed, in ieder geval nu hebben we weer een Sony. Dit is een speciale vlogcamera. Is dit. Dit is ook de eerste camera die ik heb. Dat er zo'n, ik noem het altijd een mammotje. Dat er een mammotje op zit. Voor de microfoon. Dat is om, als het heel erg waait, om dat te dempen. Dus dat is ook wel weer zoiets. Maar goed, ik zou het in ieder geval hebben over mijn eigen. Maar inmiddels ga ik weer ineens weer over een ander onderwerp beginnen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik vond het ook wel leuk om dat even te vertellen. Hierna komt er ook nog even een video. En dat is een hele kritische over de Efteling. Die heb ik ook nog even opgenomen. Of die ga ik nog opnemen. En daar ga ik het even hebben over de Efteling. Want er was weer van de week was er weer wat in het nieuws over de Efteling. Over de abonnementen. Dus willen jullie die vlog zien? Abonneer even op mijn kanaal natuurlijk. En dan mis je geen enkele video van mij. En dan kunnen jullie de volgende vlog zien over de Efteling. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Op, duimpje omhoog, duimpje omhoog. En als je het duimpje omhoog doet, abonneer dus eventjes. En als je abonneert bedoel ik, dan moet je even het notificatiebelletje aanzetten. Want dan krijg je elke keer een notificatie als er weer een nieuwe video is. Dat is wel heel erg makkelijk. Jongens, tot de volgende vlog maar weer. En dan zou ik zeggen, bye bye. Hoi.